Ja, ik ben zeer tevreden. Ik vind dat we heel goed gespeeld hebben. Dat we eigenlijk te laat de 1-0 maakten. We hadden binnen 8 minuten al 1 of 2-0 voor moeten staan. En ondanks het moeilijke veld vond ik dat we voetballend zeer goed gespeeld hebben. Kansen gecreëerd en uiteindelijk zeer verdiend de wedstrijd hebben gewonnen. Is het appels met peren vergelijken of kun je zeggen dat Pelle beter is dan Guidetti? Nou, Guidetti was natuurlijk een echte afmaker. Dat is Graziano wat minder. Aan de andere kant, en dat hebben we, vind ik, bij momenten heel goed gedaan, dat we ook de opportunistische bal zochten. Ook vanwege het veld, maar ook daar lag ook heel veel dreiging. Ja, en dat kon je bij Guidetti minder. Dus het voetballen met de spits is met Pelle beter dan met Guidetti. Aan de andere kant was Guidetti natuurlijk een fantastische afmaker. Het was gedaan toen hij de 2-0 maakte, hè, vanavond. Ja, dat is altijd, hè, een wedstrijd. Als het 1-0 staat, dan moet je proberen om op dezelfde voet door te gaan. Dat hebben we gedaan. Na de 2-0 hebben we wat gas teruggenomen. Aan de andere kant hebben we best nog wel wat kansen gehad om de derde te maken. En zijn we niet echt in de problemen gekomen. Kostas pakt nog 2 keer een goede redding. Vanuit een kans, maar voor de rest zeer verdiend. Wat zegt het dat jullie deze wedstrijden zo makkelijk beginnen te winnen, net als vorige week? Nou, dat zegt dat het elftal beter voetbal speelt. En dat heb je nodig tegen dit soort tegenstanders. Die spelen heel compact, zakken ver in. Ja, dan moet je voetballen en dan moet je vast zijn in je voetbal. Nou, dat waren een aantal jongens zeer goed. Jan Maat fantastisch. Pelle fantastisch. Klaasie zat er op de juiste manier weer een aantal keer goed bij. En je hebt dreiging aan je zijkanten met Boetjes en met Schaken. Dus je bent voor dit soort tegenstanders natuurlijk dan ook steeds moeilijker te bespelen. Want ja, je kunt via de vleugels, maar je kunt ook, zoals vanavond bij momenten, wat snelle Pelle zoeken. Daar zijn we zeer tevreden over. Heeft Erwin je al gefeliciteerd? Ja, hij heeft mij zeer verdiend gefeliciteerd. Een zuur gezicht of niet? Nee. Oké. Ja, hij zal zuur zijn op het moment natuurlijk vlak voor de rust. Dat dan toch de 1-0 valt, maar hij kan eigenlijk weinig zeggen over of het verdiend of niet verdiend was. Ben je heel blij mee volgens mij, hè? Ja, tuurlijk. Ik verlies niet graag en ook helemaal niet tegen mijn broer. Dankjewel. Oké.